De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 45% van haar CO2-uitstoot moet hebben teruggebracht in het jaar 2030 ten opzichte van het jaar 2019. Waarom heeft de rechtbank dat geoordeeld? Shell heeft een grote CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van Shell is groter dan de uitstoot van sommige staten, waaronder Nederland. En die CO2-uitstoot die zorgt voor ernstige klimaatverandering. En daarom rust op Shell ook een verantwoordelijkheid om die uitstoot terug te brengen. De rechtbank betrekt ook de mensenrechten erbij. Waarom? Die ernstige klimaatverandering die heeft gevolgen voor de mensenrechten, waaronder het recht op leven. En de rechtbank vindt dat ook bedrijven, waaronder Shell, die mensenrechten daarom moeten respecteren. De rechtbank beseft dat de gevolgen voor Shell groot kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat Shell haar productie naar fossiele brandstoffen beperkt. De rechtbank vindt alleen ook dat de gevolgen voor de ernstige klimaatverandering belangrijker zijn dan de belangen van Shell.